blij dat jullie er allemaal zijn. Morgen voor de Deltourgroep. Morgen, Tissa. Talentontwikkeling en topsport. Leuke docenten en leuke leerlingen. En leuke vakken. En we doen leuke dingen met elkaar. Lekker eten en een gezellige kantine. Het is pittig, maar ze geven je goed les. Nou, we zijn nu met een proefje bezig. Eigenlijk meerdere proefjes. En dan moeten we de reactieformules opschrijven. We hebben hier ook een politieonderzoek gehad, een mobiele politieonderzoek. En dan moest je DNA-sporen onderzoeken. We krijgen op deze school Spaans, Frans, Duits, Engels, Latijn en Grieks. Wat ben je aan het doen? Wij zijn bezig met ons examenwerkstuk en examenwerkstuk moet je bij elk profiel doen, bij MAVO, AVO en VWO Gymnasium. Hoe ziet zo'n werkstuk er eigenlijk uit? Je begint met de inleiding en de deelvraag en de hoofdvraag. Uiteindelijk heb je dan de conclusie en dan beantwoord je de hoofdvraag. Dan heb je dus nog de reflectie, hoe je het vond en dan heb je nog je bibliografie en de bronnen. Dat klinkt heel professioneel. Is dat niet heel erg moeilijk? In het begin is het best wel moeilijk, maar later krijg je het een beetje onder de knie en dan gaat het steeds makkelijker hoe je het moet maken en hoe het in elkaar wordt gezet en zo. Dat kunnen ze toch niet zomaar, zo'n werkstuk maken? Nee, dat klopt. We nemen ze vanaf de brugklas mee, stapje voor stapje, naar het eindresultaat. En we maken het ook leuk. We hebben een nominatiediner voor het beste werkstuk. Daarbij gaan de beste werkstukken, die krijgen een prijs. En dat is voor de eer. En het mooie is dat we dat ook in de gemeente Hilversum aan het neerzetten zijn als een wedstrijd tussen scholen onderling. Wij geloven dat ieder kind hier op school een talent heeft en we proberen als school ernaar te streven om iedereen dat talent te laten ontwikkelen en te laten ontplooien. Nou, dat kunnen verschillende sporten zijn, maar dat kan ook een muzikaal talent zijn. Ja, op sociaal vlak kunnen kinderen natuurlijk ook op een bepaalde manier uitblinken. Ik speel bij Utrecht en ik ben keeper. En hoe vaak train je dan? Ik train 4 keer per week 2 uur. En jij, Alexander? Ik tennis en ik speel bij de Bond. Ook nog bij het Tenniscollege Flevoland. En hoe kunnen jullie dat sporten combineren met school? Nou, doordat de school erg meewerkt met de aanpassingen van je rooster. Ja, we hebben ontheffing voor vakken, bijvoorbeeld gym. Zodat we andere vakken die we normaal missen kunnen inhalen. En verder, ik moet ook gewoon mijn huiswerk maken en zorgen dat ik uitgeslapen in de les zit. Zoals iedere andere leerling hier. Hebben de kinderen nog wel tijd om te leren? Ja, dat klinkt ook heel erg luxe. Maar op een gegeven moment ben je echt te oud om topsport te bedrijven. En dan zal je toch een maatschappelijke carrière moeten gaan ontwikkelen. En wij proberen de leerlingen daarom hier op school, zowel op topsportniveau als op schoolniveau, op het hoogst mogelijke niveau te laten meedoen. Dus we geven ze veel kansen, maar stellen ook hoge eisen. Kijk, ons doel is om die leerlingen op het niveau te laten uitstromen. Als iemand met een MAVO-advies binnenkomt, willen we ook dat ze met een MAVO-diploma de deur uitgaan. Of HAVO of VWO, dat kan natuurlijk ook. Maar we willen niet dat ze afzakken omdat ze die topsport erbij bedrijven. Waar zijn we hier? We zijn hier bij het godsdienstlokaal en in dit lokaal wordt het vak godsdienst gegeven en dat gaat over levensbeschouwing en over alle wereldgodsdiensten. Dat vinden wij een heel belangrijk vak en dat heeft te maken met het feit dat de leerlingen straks natuurlijk in de maatschappij terecht gaan komen en ze moeten weten dat de keuzes die zij zelf maken, dat ze daarmee de wereld om zich heen, maar ook de wereld verder, dat ze die direct beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van biologisch voedsel, aan fairtrade artikelen, kleding. Dus lesgeven, dat vraagt ook meer dan alleen maar het overdragen van kennis en kunde. Dat lijkt me geen geringe opdracht voor een leraar. Nee, dat klopt, maar ik hoef het ook gelukkig niet alleen te doen. We doen het samen. We doen het samen hier, hoor ik. Met wie? We werken samen als docent, samen met de leerling en ook met de ouders. Het leerproces stopt niet als de schoolbel is gegaan. Leren gaat thuis door. En samenwerken met ouders, wat moet ik me daarbij voorstellen? We betrekken de ouders bij het leerproces. Leraren die houden mentoravonden, ouderavonden waarbij ouders kunnen komen en dan kunnen we het hebben over hun kind. En hoe belangrijk is dat voor u? Nou, natuurlijk wil ik weten wat er op school speelt en ik vind het ook belangrijk dat de school weet wat er thuis speelt. En dan gaan we kijken wat het beste is voor Sam. Het is de bedoeling dat ik meedenk en meebeslis over wat er met mij gebeurt. Het gaat om mij, toch?